Vanaf vandaag kunnen boten voor het eerst in 10 jaar weer onder het Centraal Station van Amsterdam doorvaren. Door de aanleg van de Noord-Zuidlijn werden ze lange tijd gedwongen een omweg te nemen over het IJ. Maar nu kunnen ze weer de oude route varen voor het station langs en onder de middentoegangsbrug door. De provincie Noord-Holland wil een schadevergoeding van 37.000 euro van oud-gedeputeerde Ton Hoijmaijers. Het gaat onder meer om kosten voor een privéreis naar Roemenië die onterecht gedeclareerd zijn. Hoijmaijers staat terecht voor corruptie en omkoping, maar zegt onschuldig te zijn. Rond de wedstrijd Ajax-Celtic zijn er gisteravond 39 supporters van beide clubs aangehouden. Van hen zitten er nog 27 vast. Ze werden onder meer opgepakt voor openlijke geweldpleging. Op de Dam raakten 8 politieagenten gewond nadat Schotse supporters hen te lijf gingen met stokken en flessen. Er werd gelukkig ook gewoon gevoetbald. Ajax won de wedstrijd in de arena met 1-0 door een doelpunt van Lasse Schöne, kort na rust. En daardoor hebben de Amsterdammers nog alle kans om te overwinteren in Europa. Moeten we bij Milan punten maar pakken, dan ik denk dat het heel moeilijk zal worden. Maar we gaan er wel voor. We gaan niet, als het nog kan, dan spelen we gewoon voor de tweede plek. Vandaag vertrekt de schaapskudde van herder Marijke Dirkshoorn vanuit Broekhoorn richting de verbrande duinen in Schorel. Want daar moeten de schapen grazen om het herstel van de verbrande heidegebieden te bevorderen. Na de branden is er op veel plaatsen namelijk gras gaan groeien. En dat moet wel binnen de perken blijven.